Wereldhepatitisdag is een dag om virale hepatitis, dus leverontstekingen veroorzaakt door een virus, onder de aandacht te brengen. Dat soort leverontstekingen komen ook in Suriname veel voor. Er zijn twee belangrijke soorten virussen die chronische ontstekingen aan de lever kunnen geven. Dat zijn hepatitis B en hepatitis C. En het is belangrijk dat mensen zich laten testen op deze infecties, omdat je niet goed kan voelen of je geïnfecteerd bent. Je weet pas of je dat virus bij je draagt als je bloed bent gaan prikken om daarop te controleren. Als blijkt dat je hepatitis B of hepatitis C hebt, dan moet je behandeld worden in een deel van de gevallen. Maar dan moet je in elk geval op controle komen voor bloedonderzoek, een echo-onderzoek. Om te kijken of de lever al aangetast is en of behandeling nodig is. Zowel hepatitis B als hepatitis C kunnen overgedragen worden van moeder op kind. Dus ook baby's kunnen al met hepatitis B of C geïnfecteerd zijn. En daarnaast wordt het overgedragen via seksueel contact. Dus ook iedereen die seksueel actief is, kan op die manier hepatitis B of C krijgen. Een andere route om die infecties te krijgen is via intraveneus drugsgebruik. Dus als mensen door naalden drugs in hun bloedvaten spuiten. Of door tatoeages met vieze naalden. Dus naalden die niet steriel zijn, niet helemaal schoon zijn. Dus iedereen die of onbeschermd seksueel contact heeft gehad of tatoeages heeft laten zetten. Of een kind is van een moeder met hepatitis B of C of drugs gebruikt via naalden. Voor al die mensen geldt dat ze hepatitis B of C zouden kunnen hebben. De meeste mensen die een van deze infecties hebben, hebben daar helemaal geen klachten van. Als je net zo'n infectie hebt, kan je pijn hebben waar je lever zit. Dat is rechts in je bovenbuik. En je ogen kunnen geel verkleuren. Maar de meeste mensen hebben helemaal geen klachten, dus je merkt het niet tot de lever ernstig beschadigd raakt. Maar dan ben je zo laat dat er ook niet zoveel meer aan te doen valt. En dan kan het zijn dat je buik erg opzwelt, dat je blauwe plekken krijgt, dat je inderdaad geelzucht ontwikkelt. Maar dan ben je wel erg laat in het ziekteproces. Het is beter als je eerder komt, want dan kunnen we nog behandelen om te voorkomen dat de lever beschadigd raakt. Tegen hepatitis B bestaat een hele effectieve vaccinatie, die tegenwoordig ook opgenomen is in het vaccinatieprogramma van Suriname. Dus alle kinderen die nu geboren worden, worden gevaccineerd tegen hepatitis B. Tegen hepatitis C bestaat er nog geen vaccinatie. Het is belangrijk dus om u te laten testen. Via de huisarts kan dat op hepatitis B en C. Zodat u weet of u een van deze virussen onder de leden heeft en zo nodig behandeld kan worden.